Minecraft.nl. Sorry, hele andere setting. En hierna gaan jullie ook een hele andere setting zien. En ook andere hoofddoek en uiterlijk. Maar ja, er waren blijkbaar wat beelden gewist. Of per ongeluk niet opgenomen. Ik weet het niet. Maar die waren opeens weg. En dus ik miste mijn eerste stukje. Dus die neem ik even opnieuw op. Dit is een recept waarmee je maar 5 ingrediënten nodig hebt. Dus het is super easy. Super snel om te maken. En ook nog eens onwijs lekker. Dus als je benieuwd bent, kijk dan gewoon heel gauw verder. Doei! Voor dit recept hebben we ongeveer 5 ingrediënten nodig. Waaronder nummer 1, Oreo. Nummer 2, slagroom. 3, mascarpone. Nummer 4, bijen. Vanillesuiker. Dit kan je eventueel weglaten. Je hoeft het niet per se te gebruiken. Je kan het ook vervangen door een beetje poedersuiker. Het is eigenlijk wat je zelf lekker vindt. De slagroom doen we in de kom. En die gaan we even mixen. Wat steviger, maar nog niet stevig genoeg. Normaal moeten er hele duidelijke pieken in komen. Dat is nu nog niet het geval. Dus wat we nu gaan doen is de mascarpone erbij doen en vervolgens de vanillesuiker. En dan gaan we het even goed mixen om die pieken te krijgen en dat het gewoon een stevige massa wordt. Doen we nu de vanillesuiker erbij. En dan gaan we het opnieuw even mixen. De mengsel is klaar. Hij is goed op smaak en hij is ook niet te zoet. Ik ga nu de aardbeidjes even snijden in kleine stukjes. Hier een glas en daarmee gaan we het vullen. We beginnen met een Oreo koekje. Een aantal aardbeien erin. Dan doen we het mascarpone mengsel erin. Ik heb het even in een klein spuitzakje gedaan om het er goed op kunnen spuiten. Weer verder met aardbeidjes erop. Mascarpone mengsel erop om het af te toppen. Goed, nadat ik de laatste keer mascarpone over het glas, of tenminste over het glas, over de aardbeien heb gedaan, heb ik vervolgens een Oreo koekje geschaafd over mijn mascarpone mengsel. En ik heb voor de versieringen eigenlijk wat aardbeidjes en een koekje gedaan. En natuurlijk moet ik hem even proeven, want ik heb hier echt mega veel zin in. Het recept is trouwens voor ongeveer 3 grote glazen. En 6 kleintjes. Oh my god. Bedankt allemaal voor het kijken naar dit super makkelijke recept. Mocht u het ook hebben gemaakt, dan zie ik er graag foto's van op Instagram of op Twitter. En ja, ik ga hier verder van genieten. En dan zie ik jullie volgende week weer. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En like de video als je hem leuk vond. En dat was hem. Doei doei.